Vanmorgen vroeg is er een stuk natuur afgebrand van 500 bij 200 meter tussen de Hotmeerweg, Spik-en-Plasweg, Veenweg en de Prinsendijk. Rond 5 uur kwam de melding van een brandgerucht in dit gebied. Het heeft toen nog een uur geduurd voordat de politie de brand kon vinden. De mist was namelijk zo dicht dat men in het gebied geen hand voor ogen kon zien. Ook voor de brandweer was het gebied moeilijk te bereiken en er ontbrak voldoende overzicht door de dikke mist. Rond 7:30 kon men toch het sein brandmeester geven. Vermoedelijk is de brandweer tot laat in de ochtend bezig om na te blussen. Omdat het gevaarlijk was in het gebied werd ook de pers weggestuurd. Later mocht men met de officier van dienst Henk Brunink mee om een kijkje te nemen. Daar was de brandweer al bezig met het nablussen. Volgens Brunink is de brand aangestoken. Hij kon dit zien aan het verloop van de brand, die vermoedelijk op meerdere plaatsen tegelijk is begonnen. Ook vertelde hij dat er waarschijnlijk dieren omgekomen zijn. Dat zal later vandaag onderzocht worden.